Het idee van de boekenplank is dat ik iedere week een schrijver of boek uitkies dat mij heeft geraakt of geïnspireerd en daar een minuut of 5 of 10 over ga spreken om zo in die weerwar van schrijvers en ruggen en kaften en banden wat richting aan te brengen van waar je zou kunnen beginnen met lezen. Lezen. Waarom moeten we nou eigenlijk lezen? Dat is een vraag die heel relevant is, omdat steeds minder mensen ze lezen momenteel. Dus worden in kranten en in bladen en op tv worden debatten gevoerd over of lezen belangrijk zou zijn. Natuurlijk is dat belangrijk voor uitgeverijen, bibliotheken, docenten en die zeggen we moeten blijven lezen. En wat eronder ligt is het idee dat lezen ons tot een beter mens zou maken en dat het dus gevaarlijk is als we niet meer lezen. Want, zo zeggen zij dan, door te lezen leren we onszelf verplaatsen in anderen, in mensen die niet wij zijn. En daardoor zouden we dan ethischer worden of wat dan ook. Nou, ik denk dat het idee niet klopt. Ik denk ook dat het een gevaarlijk idee is. Omdat daarmee maak je lezen dienstbaar aan iets anders. En volgens mij is dat helemaal niet het geval. Overigens is het ook niet zo dat lezen natuurlijk tot slechtere mensen maakt. Ik denk dat lezen niets te maken heeft met goede of slechte mensen. Lezen, dat doe je omdat je misschien inzicht wil verwerven in de psychologie van iemand. Lezen kun je doen omdat je wil weten hoe sociale systemen werken. Je kunt lezen omdat je herkenning wilt vinden of omdat je troost wil, dat je niet de enige bent die zich op een bepaalde manier voelt. Als je, het is natuurlijk heel fijn als je liefdesverdriet hebt en je leest dan een boek van Goethe, Het lijden van de jonge Werther. Het is heel fijn om te zien dat je niet de enige bent in dat gevoel. Dat is denk ik het doel van lezen. Nou, je kunt dus, stel dat je wil weten hoe sociale structuren werken, dan zou je bijvoorbeeld Victor Hugo kunnen lezen. Of je zou Flaubert kunnen lezen met Madame Bovary, die heel mooi schrijft over sociale klasses. Als je over de psychologie wil lezen, moet je toch meer naar de 20e eeuw gaan. En dan kun je bijvoorbeeld een Reven lezen of een Kellendonck of mensen die echt iets laten zien van wie we zijn. En dat is allemaal heel belangrijk en ik denk ook allemaal heel erg waar is. Maar daarmee wordt lezen ook altijd iets zwaars of iets... Ja, met lezen ga je dieper in. Maar misschien is lezen ook wel gewoon leuk omwille van het lezen zelf. En ik denk, de schrijver die dat het mooist doet, dat is Alexandre Dumas. Franse schrijver uit de 19e eeuw. Ontzettend markant figuur. Hij heeft iets van 600 boeken geschreven. Wat heel kenmerkend was voor Dumas, was dat hij gewoon allerlei mensen in dienst had die hem hielpen met zijn boeken te schrijven. Hij schreef zonder komma's, zonder punten, zonder interpunctie. Hij schreef gewoon en dan moesten zij het maar netjes maken. Dan had hij ook nog spookschrijvers die dan weer delen van zijn boeken voor hem schreven. Nou, hoe dan ook was de productie ontzettend hoog. En hij heeft het dan destijds overleefd. Maar waarom is dat nou? Want het is niet zo dat je met Dumas beter gaat begrijpen waarom we zijn wie we zijn. Het is ook niet zo dat je net als zijn vriend en rivaal Victor Hugo een gevoel krijgt voor de sociale ongelijkheid van Parijs, zoals in Les Misérables. Dumas schrijft omwille van het schrijven en je leest hem ook omwille van het lezen. Hij heeft veel kritiek gekregen, bijvoorbeeld de schrijver Umberto Eco, die wilde hem vertalen. En die zei dat het niet te doen was, het was een megalomaan werk, dat ontzettend slordig was, hij herhaalde zichzelf, het was eigenlijk gewoon heel slecht. En toch is het ontzettend leuk om te lezen. En dat is denk ik omdat Dumas, hij is niet te streng. Het gaat er niet ergens om, behalve om avontuur. Een van de redenen dat dat zo was, was omdat je in die 19e eeuw de kranten die zich daarvoor alleen op de elite hadden gericht, die wilden een breder publiek aanspreken en toen kreeg je het idee van de feuilleton. Nou, de feuilleton, dat is eigenlijk, iedere week plaats je een soort hoofdstukje in de krant. En mensen gaan dat dan lezen en dan gaan ze de krant natuurlijk weer kopen, want ze willen weten hoe dat verhaal afloopt. Het gevolg daarvan is als je dat dus gaat bundelen tot een boek, is dat iedere hoofdstuk moet een spannend einde hebben, want ze wilden weer dat de mensen de week daarna de krant weer kochten of dat ze een abonnement namen op de krant. Dat hoe dat zo is opgezet en van Dumas de twee bekendste boeken, De Drie Musketiers en De Graaf van Monte Cristo, zijn beide geschreven als feuilletons. Dus dat maakt dat het ontzettend spannend is om te lezen. En het is gewoon juist het slordige, juist het megalomane, juist het feit dat het alle kanten opschiet, maakt het ook ontzettend leuk om te lezen. Ik denk dat we nu... de vorige keer had ik Jozef Rood, dat is een soort continentale traditie die minder streng is. Jozef Rood was ook enigszins een slordige schrijver. En we zitten nu toch heel erg in een soort idee van dat de roman korte zinnen, het is heel streng, het is heel puriteins. En die 19e eeuwse schrijvers, eigenlijk voor de Amerikaanse invloed zou je kunnen zeggen, dat maakt hen niet zoveel uit. Ze willen gewoon een mooi verhaal vertellen. Even een zijstapje, Victor Hugo doet in De Klokluider van Notre Dame. Dan heeft hij opeens in dat boek een essay van 40 bladzijden over de betekenis van mooie architectuur ofzo. Nou, dat zou nu allemaal niet meer kunnen. Maar ik denk dat de schrijver die dat echt het best vertegenwoordigt, zoals gezegd, is Alexandre Dumas. Ja, zijn boeken. Ik weet nog dat ik 22 was. Ik was net gaan studeren in Utrecht. En ik op een lentemiddag kocht ik De Graaf van Monte Cristo. En ik ging op het terrasje van de winkel van Sinkel zitten.
En ik begon daar te lezen en het is een boek van het ligt hier naast me, van 1100 bladzijden. En die hele week heb ik gewoon niets anders gedaan dan de Graaf van Monte Cristo lezen. En dat doe ik nu ongeveer iedere 2 jaar, pak ik die maar er weer eens bij. En het is echt niet dat ik denk dat ik daardoor een beter mens word of snap hoe het Frankrijk in de 19e eeuw werkte. Of dat ik snap hoe mensen werken. Nee, het is gewoon onwijs leuk om te lezen. En dat moet toch het eerste zijn van boeken. Ja, dus zoals gezegd, de 2 boeken, De Graaf van Monte Cristo en De Drie Musketiers. Nou, iedereen kent het verhaal van De Drie Musketiers wel, iedereen heeft er wel van gehoord. Maar weinig mensen hebben het gelezen. Je hebt een verfilming daarvan van Disney. Je hebt een serie ervan van BBC. Maar het grappige is echt dat ze nog nooit hebben weten te vatten wat dat boek wel weet te vatten. Nou, waar gaat het over? Het begint met D'Artagnan. D'Artagnan die wordt door zijn vader op een afgeracht paard naar Parijs gestuurd om daar een musketier te worden. Nou, D'Artagnan is een trotse man uit Gascogne. Een trotse Gasconier. En die onderweg maakt hij al een paar keer ruzie met een aantal mensen. En dan komt hij Parijs in en dan krijgt hij eerst ruzie met de ene man, dat is Athos. Dan krijgt hij ruzie met de tweede man, Porthos. En dan krijgt hij ruzie met de derde man, Aramis. En hij nodigt ze alle drie uit tot een duel om 12 uur. In de arrogantie dat hij ze alle drie wel kan verslaan. Nou, dan spreken ze daar af en dan komen die drie mannen die toevallig vrienden van elkaar zijn, die komen elkaar daar tegen van, hè, wat doen jullie hier? En opeens komt D'Artagnan aan. Hij komt net kijken, jonge vent. En die gaat het duel aan. Zij zijn verbaasd over zijn moedigheid en ook een beetje over zijn stomzinnigheid. Nou, ze beginnen met elkaar te vechten en op een gegeven moment komen de soldaten van de kardinaal komen aan, want het duelleren is verboden. Dan gaan ze met z'n vieren tegen die soldaten vechten. Nou, op dat moment wordt D'Artagnan een vriend van hen. En later ook een musketier. Dus de 3 musketiers, dat zijn eigenlijk 4 musketiers. En het hele boek ga je mee op hun avonturen. Bijvoorbeeld Aramis is een soort geconflicteerd, want hij is musketier. Hij is verliefd op de adellijke vrouw die een affaire heeft met hem. Maar hij wil ook een jezuïtische priester zijn. Athos is een beetje de mysterieuze man waarvan niemand weet wat zijn achtergrond is. En in het boek blijkt dat hij een getergd verleden heeft gehad. Dat hij van adel was en dat hij zijn vrouw heeft gedwongen om, of dat hij zijn vrouw heeft opgehangen, omdat bleek dat zij een oplichter was. Dat heeft hem altijd heel erg gepijnigd. Die vrouw blijkt niet dood te zijn en die komt terug als My Lady. En dat is weer een van die spannende avontuurtjes die dan in die feuilleton heel goed werkte. En dan heb je als laatste nog Porthos. En Porthos, dat is een beetje de wijndrinkende man die met vrouwen naar bed gaat en die al zijn kleding, want ze hebben ook altijd veel te weinig geld en ze moeten op zoek gaan naar kleding. En Porthos die krijgt altijd al zijn kleding van rijke vrouwen die wel heel graag een nacht met Porthos willen doorbrengen. Nou, dat hele boek ga je mee op hun avonturen. Het is echt een avonturenboek. Ik weet ook niet of het een boek is. Je zou misschien wel kunnen verdedigen dat het een boek is dat je het best is als je dat leest nog voor je 20ste. Het is gewoon een soort jongensachtige literatuur wat ontzettend leuk is geschreven. En je gaat ook echt met hen mee op hun avonturen. En aan het einde van dat boek, aan het einde van De Drie Musketiers, ik wil namelijk er niet zoveel over vertellen, omdat het idee van zo'n feuilleton is juist dat het spannend is. En je moet dus niet het plot weten of het einde weten. Maar als je dat boek uit hebt, heb je ook echt het gevoel dat je 4 vrienden hebt gehad. Met wie je hebt gedronken, met wie je mensen hebt opgelicht, met wie je avonturen hebt beleefd, met wie je op stap bent geweest, met wie je hebt gevochten, met wie je geld hebt gezocht. Je bent echt even heb je met hen meebewogen. En als je het uit hebt, moet je ook echt nog even wel een week of 2 weken, ik had dat althans toen ik een jaar of 20 was, even bijkomen van het feit dat je opeens die 4 vrienden kwijtraakt. Nou, dus dat is De Drie Musketiers. Een betere roman en ook een wat serieuze roman is De Graaf van Monte Cristo. Dat is dit boek. Dat is dus 1100 bladzijden. Dat gaat over Edmond Dantès, of Dante in het Franse. Hij is gaan varen en op die boot is zijn kapitein is gestorven. Ze komen terug bij de rederij en hij wordt de nieuwe kapitein. En dat stemt iemand anders op die boot, Danglars, tot jaloezie. En ook gaat Edmond Dantès met de mooiste vrouw, met Mercedes, een jong weesmeisje, een Catalaans weesmeisje, gaat hij trouwen. Dat maakt haar neef, Fernand, ook weer jaloers. Dan heb je nog een derde personage, Carus, die is ook weer jaloers, omdat Edmond Dantès succesvoller is dan hij. Nou, op de bruiloft, op een gegeven moment gaat hij trouwen met Mercedes. En dan wordt hij opgepakt en hij snapt niet waarom. Hij komt in Parijs komt hij terecht bij Villefort. En die wil hem eerst ook vrijlaten. Maar dan blijkt dat Edmond Dantès iets weet over de vader van Villefort, namelijk dat zijn vader strijdt voor de terugkeer van Napoleon van Elba naar Parijs. Geschrokken daardoor stuurt Villefort hem de gevangenis in en daar ontmoet Edmond Dantès een geleerde Italiaan die hem vervolgens filosofie leert, die hem de humanistische wetenschappen leert, die hem netjes leert spreken, die hem eigenlijk helemaal leert om een heer te zijn, terwijl hij gewoon een ruwe matroos was. En hij zit daar jarenlang vast en daar komt hij er eigenlijk achter dat de reden dat hij is opgepakt, dat een wraakactie is geweest van al die mannen die jaloers waren op hem.
Maar die Italiaan die vertelt aan hem, er ligt een schat ergens verborgen. En ik heb die schat niet op kunnen halen, misschien kun jij dat doen als je vrijkomt. Nou, Dantes die ontsnapt op een gegeven moment uit Monte Cristo. Dat is een ontzettend bekende ontsnapping. Die Italiaan sterft, dan gaat Dantes die gaat in de lijkenzak van de Italiaan gaat die liggen. En dan wordt hij in het water gegooid en dan zwemt hij zichzelf vrij. Nou, dan volg je hem op avonturen dat hij op een boot komt met allerlei piraten, met zeerovers. En uiteindelijk vindt hij dus de schat, wordt hij steenrijk en dan gaat hij terug naar Parijs om daar zijn wraak te nemen. Het is echt een wraakroman. Het is een zuivere jongen, heel oprecht, die gepakt wordt door vier jaloerse mannen. En die besluiten om hem terug te pakken. Nou, hij heeft ontzettend veel geld. Hij komt Parijs in met de duurste koets. Hij koopt de mooiste huizen. Hij heeft bediendes en hij heeft alles wat je maar wilt wensen. En iedereen in Parijs denkt van, ja, wie is dat toch? Hè? Dat vinden ze wel spannend. De adel die daar stevast verveeld is. Dat is ook een beetje het kenmerk van de 19e-eeuwse adel. Het ergste wat je daar kunt doen is dat je iets te doen hebt. En het beste wat je kunt doen is dat je je verveelt. Nou, op een gegeven moment gaat dus die hele wraak, dat wraakmotief gaat zichzelf ontvouwen. Hij gaat eerst bevriend raken met die mannen. Op een gegeven moment pakt hij ze, hij vergiftigt de een, de ander laat hij oppakken. Nou, ik zal niet in te veel detail treden, want je moet het gewoon echt lezen. Het is een ontzettend spannende roman. Het is 1100 bladzijden. Je gaat naar Italië, waar je het meemaakt dat iemand onthoofd op een plein. Je komt bij strijkrovers terecht. Je gaat naar eilanden, je gaat echt naar rijke momenten. En continu voel je eigenlijk de ruimte van de zee, van Marseille, want daar komt Edmond vandaan. Het is een hele ruimtelijke roman. En het is echt, ja, wat ik net ook al zei. Je zou kunnen zeggen dat je iets in van een wraakmotief of iets in van de psyche van een man die gekwetst is. En dat is allemaal ook wel waar. Maar daar gaat het Dumas niet om. Het gaat hem erom om een avontuur te vertellen. Nou, dat was ook zijn idee, want dit idee van de Graaf van Monte Cristo, dat heet ook uit een politierapport. Het is in de schaduw van dit verhaal is een soort kern die echt gebeurd is van een man die dus ten onrecht is opgepakt omdat mensen jaloers waren en die hem daarna heeft teruggepakt. Want Dumas die vond altijd van je moet gewoon boeken maken, andere boeken. Hij was niet origineel, hij haalde verhalen uit nieuwsberichten en die bundelde die samen, dan was er weer een nieuw verhaal. Zo kon hij ook zo voor een man schrijven. Dus de Graaf van Monte Cristo gaat ook niet echt om wat ik al zei, ja, het wraakmotief, maar het is ontzettend leuk, het is spannend om te lezen, de taal tintelt, het is heel erg uitbundig is het geschreven, het gaat over de liefde, het gaat over eenzaamheid, het gaat over wraak. Maar ik denk dat vooral als je misschien nog niet heel veel leest, maar ook als je wel heel veel leest en lezen heel serieus neemt, dat het gewoon heel goed is om Dumas te lezen, omdat het je laat zien dat lezen voldoende is omwille van zichzelf. Waarom lezen we? Omdat lezen spannend is, omdat lezen leuk is. En daar gaat het om. En al dat andere, de psychologie, de systemen, de structuren, dat zijn we gaan doen en dat moeten we ook blijven doen in de Europese literatuur. Maar we komen echt toch vandaan van mensen die gewoon verhalenvertellers waren en die niet te diep wilden zijn, niet te moeilijk wilden doen, die gewoon iedere week aan tal van abonnees van kranten een spannend half uurtje wilden geven in de hoop dat ze de volgende keer weer de krant zouden kopen. Dat kunnen we heel laag vinden of heel, heel commercieel. Nou, dat is misschien ook wel zo. Dumas wilde ook gewoon geld verdienen. Maar wat over is gebleven zijn gewoon twee, denk ik toch, meesterwerken uit de westerse literatuur. Die op zichzelf de meest oppervlakkige werken zijn. Maar tegelijkertijd ook gewoon het leukste en het meest spannend om te lezen. Natuurlijk, bij ieder schrijver is het belangrijk om iets voor te lezen. Het is bij Dumas lastig om echt de juiste passage te pakken. Omdat het gewoon alles heel erg in dat verhaal verweven zit. Er is ook heel veel dialoog. Dus ik heb me echt gewoon ergens opengeslagen. En dat gaat over Maximilien en Valentin. Wie zij zijn, dat is voor nu even niet zo belangrijk. Maar wel iets van de stijl of van het vrolijke komt terug in dit stuk van Dumas. Helaas, Maximilien, zei ze opeens bedroefd, alsof een jaloerse wolk voor het zonnestraaltje trok dat haar hart verkwikte. Nu hebben we te veel vrijheid, te veel geluk. We zullen de goden verzoeken, we zullen ons te zeker voelen en daardoor onvoorzichtig worden. Hoe kun je me zoiets zeggen, lieveling? Sinds ik je ken, heb ik je dagelijks het bewijs geleverd dat ik mijn leven en mijn gedachten op die van jou heb afgestemd. Wat heeft je vertrouwen in mij gegeven, mijn geluk, nietwaar? Toen je me zei dat een vaag instinct je verzekert dat je in groot gevaar verkeert, heb ik mijn toewijding in jouw dienst gesteld en niets anders in de plaats gevraagd dan het geluk jou te mogen dienen. Heb je na al die tijd door een woord of gebaar reden gehad om te berouwen dat je mij hebt uitverkoren uit de velen die hun leven voor je zouden willen geven? Ach, arme Valentin, je hebt me gezegd dat je verloofd bent met Frans de Epiné, dat je vader het huwelijk heeft geregeld en dat er geen appel mogelijk is. Want de wil van Monsieur de Villefort is onaanvechtbaar. Wel nu, ik ben op de achtergrond gebleven en vertrouwde niet op mijn of jouw wil, maar op wat komen zou. Op de voorzienigheid of op God.
Ondertussen heb je me lief, Valentin. Je had medelijden met me en je hebt me gezegd. Duizendmaal dank voor het zoete woord dat je nu en dan voor me moet herhalen, zodat ik de rest kan vergeten. En dat heeft je nu juist zo stoutmoedig gemaakt, Maximilien. Dat maakt nu juist het leven voor mij zo zoet en ongelukkig tegelijk. Zozeer dat ik me vaak afvraag wat het beste voor mij is. Onder de hardvochtigheid van mijn stiefmoeder en de blinde voorliefde voor haar kind te lijden. Of het geluk vol gevaar te proeven als ik jou zie. Gevaar, riep Maximilien uit. Hoe kun je dat vrede en onrechtvaardige woord uitspreken? Heb je ooit een meer onderworpen slaaf gezien dan ik? Je hebt me toegestaan nu en dan met je te praten, Valentin. Maar je hebt me verboden je te volgen en ik heb gehoorzaamd. Zeg eens, heb ik ooit geprobeerd door deze planken heen de zoom van je jurk aan te raken sinds ik op het idee kwam deze moestuin in te sluipen en door dit hek met je te praten? Dat wil zeggen, dichtbij je te zijn zonder je te zien? Heb ik ooit geprobeerd over de muur te klimmen die voor mijn jeugd en lenigheid een geringe hindernis is? Heb ik je ooit je onverbiddelijkheid verweten? Heb ik ooit een verlangen hardop uitgesproken? Nee, ik heb me aan mijn woord gehouden als een ridder uit vervlogen tijden. Dat zul je toch wel toegeven, zeker? Anders moet ik je onrechtvaardig noemen. Het is waar, zei Valentin. En ze stak door een spleet het topje van de slanke vinger waarop Maximilien zijn lippen drukte. Je bent een trouwe vriend, maar uiteindelijk heb je enkel uit eigenbelang gehandeld. De dag waarop de slaaf te veel vraagt, moet hij alles verliezen en dat weet je heel goed. Je hebt me de vriendschap van een broer beloofd, terwijl ik verder geen vrienden heb. Ik word door mijn vader verwaarloosd en door mijn stiefmoeder genegeerd. Mijn enige troost is een oude man die niet meer kan bewegen of spreken. Dat is haar grootvader. Zijn hand kan mijn hand niet drukken, maar hij kan me wel tekens met zijn ogen geven en zijn hart klopt voor mij met het beetje warmte dat hem nog rest. Het lot lijkt de spot met me te willen drijven, want het maakt me de vijandin en het slachtoffer van diegene die sterker zijn dan ik en geeft me een levend lijk tot steun en toeverlaat. Och, heus, Maximilien, ik ben doodongelukkig. Je hebt gelijk me lief te hebben om jezelf en niet om mij. Laatste alinea. Valentin, zei de jonge man diep ontroerd. Ik zal niet zeggen dat ik alleen jou op de wereld lief heb, want ik heb ook mijn zuster en mijn zwager lief. Maar dat is een rustige en kalme liefde die in niets gelijkt op het gevoel dat ik voor jou koester. Wanneer ik aan jou denk, ach dan kookt mijn bloed, zwelt mijn borst, loopt mijn hart over. Maar die kracht, die gloed, die bovenmenselijke macht zou ik uit liefde voor jou bedwingen. Tot de dag waarop je me zegt ze aan te wenden om je te dienen. Ik hoorde dat Frans de Epinay nog een jaar wegblijft. In een jaar kan er veel in ons voordeel verkeren. Laten we dus hopen. Het is zo goed en zo zoet om te hopen. Je verwijt me mijn egoïsme, Valentin, maar wat ben jij al die tijd voor mij geweest? Het mooie, koele standbeeld van de kuise Venus, wat heb je mij beloofd in ruil voor mijn toewijding, gehoorzaamheid en terughoudendheid? Niets. Wat heb je mij toegestaan? Zeer weinig. Je praat met me over je verloofde en je zucht bij de gedachte dat je met hem moet trouwen. Kom, Valentin, is dat alles wat je ziel je ingeeft? Ik verpand je mijn leven, ik geef je mijn ziel, ik wijd je de minste of geringste hartenklop. En wanneer ik helemaal van jou ben en je stilletjes zegt dat ik zal sterven als ik je verlies, lijkt je niet eens op te schrikken. Louter bij de gedachte dat je met een ander zal trouwen. Och, Valentin, als ik jou was en voelde dat ik bemind werd, zoals jij weet dat ik jou bemin, dan had ik al lang mijn hand tussen de planken van dit beschot gestoken, de hand van de arme Maximilien gegrepen en tegen hem gezegd: mijn hand is van jou, alleen van jou, Maximilien. Voor nu en voor eeuwig. Valentin antwoordde niet, maar de jonge man hoorde haar zuchten en snikken. Dit is, ja, volgens mij komt hier alles. Het is ontzettend uitbundig, het is overdreven, het is over de top, maar het is gewoon ontzettend leuk om te lezen en dat is voldoende. Dumas, de Graaf van Monte Cristo. Mooi hoor. Ja.